vandaag is, hebben we dus de opening van het Lidwinnenjaar. Dat betekent dat het hele jaar door allerlei activiteiten worden georganiseerd door allerlei instellingen in heel Schiedam. En om die eigenlijk een gezicht te geven vanavond, hebben we zeiltjes staan, 14 om precies te zijn. En daarop staan allerlei evenementjes verbeeld, met een kleine uitleg erbij van waar het over gaat en wanneer het te doen is en waar je naartoe moet als je het leuk zou vinden. En wat voor dingen staan daar bijvoorbeeld? Het zijn sommige dingen die je zou kunnen kopen. Zo heeft bijvoorbeeld Espresso op de Hoogstraat heeft een Lidwina-thee helemaal speciaal gemaakt voor het Lidwina-jaar. De Bondkoe heeft een bonbonnetje omgedoopt tot Lidwina-bonbon. Maar er is ook een bakpakket bijvoorbeeld van de kleine ambassade waarmee je Lidwina-koekjes kan maken. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld een boek wat uitkomt binnenkort. Een boek wat al uitgekomen is over Lidwina. En andere activiteiten zoals concerten. En wandelingen, een route van de VVV en van het Centrum Beeldende Kunst. Dus eigenlijk heel veel. Lidwina is Schiedamse stadsheilige. De bekendste stadsheilige van Nederland, wordt ook wel gezegd. En zij, zij is de heilige van het... Zij staat eigenlijk voor het lijden en ze is ook de heilige van de schaatsers. Want wat er met haar gebeurd is, is dat zij is gevallen op het ijs en toen een rib heeft gebroken. En daarna eigenlijk de rest van haar leven heel erg ziek is geweest. Zij heeft dat lijden heel erg eerzaam gedragen altijd. En zij is ook heel erg genereus geweest naar anderen, naar de armen. En er zijn, naar men zegt, ook diverse wonderen gebeurd rondom haar en in haar leven. En daarom is zij nog tijdens haar leven tot heilige verklaard.